Ik ben beleidsmedewerker burgerparticipatie voor de gemeente Zevenaar. Als beleidsmedewerker heb ik me de afgelopen tijd bezig gehouden met de nieuwe visie van het sociale domein voor de gemeente Zevenaar. En daarin willen we dus heel erg kijken naar de inwoner in zijn geheel, omdat de mens niet in hokjes te plaatsen is. Nou, bijvoorbeeld als er een inwoner bij ons komt met schulden, dat we eigenlijk verder kijken dan alleen de schulden. Het kan zijn dat er iets anders speelt. Is er iets met de gezondheid, mentale stress? En dat we dus kijken naar wat kunnen wij als gemeente doen om samen te kijken, goh, wat is er nodig? Ik probeer eigenlijk mensen met elkaar te verbinden. Kunnen we inwoners verbinden met vrijwilligersorganisaties, dorpsraden met maatschappelijke partners? Dat we het op die manier samen kunnen oplossen en als gemeente kunnen faciliteren dat we er samen iets moois van maken met elkaar. Ik heb de bachelor humanistiek en daarna heb ik de master burgerschap en kwaliteit van samenleven gestudeerd. Die sluit eigenlijk helemaal op elkaar aan. Van de bachelor was het eigenlijk heel breed naar de mens kijken vanuit verschillende facetten. En dat is bij de master toegespitst op hoe inwoners en burgers onderling zich tot elkaar verhouden en hoe overheidsinstanties en burgers zich tot elkaar verhouden. De vaardigheden die ik van de UvH toepas in mijn werkzaamheden, dat zijn vooral actief luisteren naar mensen, een open houding, om me heen blijven kijken van goh, wat speelt hier, wat hebben mensen nodig. Ja, het heeft me als mens heel veel gebracht. Het zijn vaardigheden die ik dan eigenlijk elke dag meeneem.